Wat is nou wel een robot en wat niet? Over het algemeen kun je stellen dat robots zijn opgebouwd uit de volgende 5 onderdelen. Een typische robot heeft ten eerste een motor om alle bewegende delen, zoals wielen of armen, te laten bewegen. Als tweede heeft een robot ook altijd een krachtbron. Hier haalt hij zijn energie om te bewegen uit. Dit kan bijvoorbeeld een batterij zijn of zonnecellen. Als derde heeft een robot een beweegbare fysieke structuur. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat zijn gewoon zijn armen, benen of wielen. Als vierde heeft een robot een sensorsysteem. Dat kunnen zijn ogen, oren, een infraroodsensor of een antenne zijn. Zeg maar de onderdelen die een robot nodig heeft om informatie op te nemen. Net zoals mensen ogen, oren en neuzen hebben om mee te kijken, horen of ruiken. Het laatste en vijfde onderdeel dat elke robot heeft is een brein. Het brein van een robot is een computer die alle andere onderdelen aanstuurt en regelt. Het is misschien wel het meest belangrijke onderdeel van een robot. Eigenlijk lijkt een robot best een beetje op jou en mij. Een lichaam, armen, benen, een brein. En dat klopt, robots zijn door de mens gemaakte versies van dieren of van onszelf. Het zijn machines die ons eigen gedrag kopiëren en vaak zelfs verbeteren. Superhandig, zo kunnen we robots onze saaie klusjes laten doen.